Ja. We zitten hier bij Brabants Museum uit Oosterhout met ook 50 vrijwilligers. Ja. Waar zouden we zijn als organisatie zonder vrijwilligers? Ja. Mensen die zich belangeloos inzetten om iets moois tot stand te brengen. En ja, de aanleiding was jullie 60 jaar in bestaan. Wij zijn eigenlijk elk jaar rondom de opening op zoek naar een activiteit die een beetje langer in ons museum ook tentoongespreid kan worden. Nou, en we hadden jullie gevonden om rondom die opening jullie zelf te presenteren. Dan konden wij jullie mooi feliciteren. En jullie hebben jullie zelf hier gepresenteerd. En dat zien we hier eigenlijk achter ons. Zien we een kleine greep expositie. Daarin kunnen mensen in de beelden nog eens het hele verhaal wat we nu net hebben doorgenomen nog eens nazien. Hè. Het is heel leuk, op 30 maart wordt die expositie officieel geopend door jullie voorzitter. Ja, Ria Marais. Oké. Okay. Ja. En zij, dus jullie voorzitter en onze voorzitter Guido Zuur, die openen de tentoonstelling op 30 maart om 1:30. En die middag die wordt opgeluisterd door de Harmonievereniging Oosterhout. Dan hopen we dat heel veel mensen van KBO en heel veel mensen uit Oosterhout hier naartoe komen om te kijken wat ze bij KBO allemaal kunnen doen en zien. En nou, daarna blijft de expositie nog een hele tijd hangen en kunnen mensen van KBO tegen reductie altijd ons museum bezoeken. Ze mogen voor de helft van het geld voor €1,50, dat is een speciaal evenemententarief, mogen leden van KBO Stad ons museum nog het hele jaar bezoeken. Dat is ook eigenlijk als een felicitatie aan jullie. Ja. En ja, daar zijn we heel erg blij mee. Dat is ontzettend leuk. Ik zou willen afsluiten met één ding, Johan. Als je nou mij over de streep moet trekken, want ik ben 63 en ik voel me niet oud. En ik denk, goh, KBO, wat moet ik nou bij KBO komen doen? Ja, jouw verhaal spreekt al wel een beetje voor zich, maar hoe zou je mij over de streep willen trekken om lid te worden? Het beste zou zijn om een keertje met ons mee te gaan, dat je ongeveer weet wat we doen. Dus op een dagtocht of een meerdaagsreis. Jullie leden, want er zitten verschillende leden die hier vrijwilliger zijn, die zijn met ons op reis geweest. En dat zijn eigenlijk de mensen die jou over de streep zouden kunnen trekken om te vertellen hoe wij het doen. Hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, maar we horen inderdaad niet anders dan positieve verhalen. Ja. Andere vrijwilligers zijn inderdaad met jullie op reis geweest, die komen dan hier terug. Laten prachtige fotoboeken zien, foto's dat je denkt van, oh, zijn ze daar allemaal geweest? Nou ja, en als ik zo hoor van dat Zumba en die sportactiviteiten en de themamiddagen, dan is er eigenlijk voor iedereen wat wils. Is voor iedereen wat wils. Ik zou ook eigenlijk jullie van harte willen bedanken dat we hier te gast mogen zijn. Dat we dit jaar mogen laten zien aan derden wat KBO Stad zou kunnen betekenen voor de mensen. Nou, de mensen van KBO zullen ons wel weten te vinden. De mensen van Museum Brabants Oud-Oosterhout ook. Nou, de gewone Oosterhouters nog, die ons allebei niet kennen, laat die ook eens komen kijken. En dan moet ik nog erbij zeggen dat wij de gelegenheid te baat hebben genomen om ons binnenmuseum helemaal te renoveren. Wij hebben in de wintermaanden niet stilgezeten. Het is hier in de wintermaanden altijd best wel rustig. Maar we hebben in de wintermaanden de kans aangegrepen om het binnenmuseum helemaal te renoveren. Dat is een ingrijpende renovatie geweest. Eigenlijk staat er geen enkel voorwerp meer op de plaats waar het eerst stond. Behalve de woonkamer, die is nog intact. En die moet nog gedaan worden, maar dat redden we niet meer voor 1 maart, voor 30 maart. En dan kun je boven gaan kijken en dan zie je een museum waar vooral de vitrines heel erg naar voren komen. En dan mag ik ook wel op deze plaats het Speelgoedmuseum noemen. Want vrijwilligers van ons zijn bij het Speelgoedmuseum gaan kijken hoe die nou hun voorwerpen exposeerden. En het viel vooral op dat veel voorwerpen daar in vitrines prachtig uitgelicht met ledverlichting stonden. En dat hebben we hierboven nu ook geprobeerd. Zoveel mogelijk achterglas met ledverlichting eromheen, zodat de voorwerpen mooi uitkomen. En het is een grote klus geweest,
Hij is bijna helemaal klaar en op zondag 30 maart dan wordt alles geopend. Nou, het ziet er ook geweldig uit. Ja, we hebben het al gezien. Ja. Het is de moeite waard om te komen kijken. Ja. Precies. Nou, Trudy en Johan, hartelijk dank voor jullie verhaal. We zullen straks de expositie nog een beetje rond gaan kijken. Wat dan opvalt is de vitrine die daar in de hoek staat. Met al die souvenirs van al die reizen die uit jullie persoonlijke souvenirkast komen. En die geven zo'n mooi beeld van die reizen en wat jullie meegemaakt hebben. We zouden daar nog uren over kunnen vertellen. Zeker. We sluiten nu af. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jij ook, bedankt.